We gaan brood bakken met een starter, dus niet met gist uit een zakje of een blokje gist van de bakker. Deze is klaar en dit is eigenlijk het enige moment dat je heel eventjes moet opletten. En voor de rest is alles weer, kun je alles slapend doen. Goed, dit is het klaarzetten van het brood. Je doet niks anders dan 1 kilo meel ga je even in twee helften verdelen, namelijk in 250 gram en 750 gram. 250 gram bruin, dus dit is volkorenmeel van de molen. Oké. Hier gaan we 250 gram water bij doen. 250 gram meel, 250 gram water. En hier in het andere bakje 750 gram, dat is dus samen die kilo waar ik het net over had. Echt ook niet erg als er hier 300 en hier 700 zit, maakt allemaal niks uit. Hier gaan we nu 250 gram water bij doen. Hierin zit dus 250 gram water, 250 gram meel. Nu gaan we de deesem erbij doen. Nou, ik heb dus best wel veel deesem. Je kan het met een hoeveelheid deesem tussen de 100 en de 200 gram of 250 gram doen. Ik gooi nooit de deesem weg. Ik stop het gewoon altijd weer terug in het brood. Dus we gaan hier even meten. Het is gewoon puur om te weten van wat je doet. Zo, nou, dit is mijn deesempje. Nou, dan zie je, dit is over. Ik kan dus weer even die randen goed schoonmaken. En dit moet je gewoon wel even weer meteen voeden. Want anders dan heb je niet voor de volgende keer. Dus hier doe ik nou gewoon een beetje meel bij. Oh, je ziet, het is gewoon... beetje meel, beetje water. Goed, die gaan we gewoon laten staan weer. Suffe dekseltje erop, ik zet hem gewoon in de ijskast. Gaan we dit mengen? Ik doe dat nu hier even in een keukenmachine. Dat is niet nodig. Je kan het ook gewoon met de hand roeren. Het is gewoon een heel natte, kledderige bedoeling is het. Je kan dit gewoon roeren met een lepel. Als ik het nog één keertje samenvat, hè, is dat dit is dus 250 gram meel. 250 gram water en ongeveer 250 gram starter. Maar je kan het ook met 100 gram starter. Dus als je minder hebt, maakt niet uit. Goed, we gaan nog even één keer goed roeren. Dat is klaar. Dit is de andere helft. Dit is de 750 gram. Wat nu heel erg belangrijk is, dat je deze klaarzet en dat je hier alvast het zout bij doet. Hier moet je 24 gram zout in doen. Sommige mensen gebruiken minder, sommige gebruiken meer. Ik gebruik ongeveer 24 gram zout op een kilo. En dan tel ik die starter dus niet bij, want dat is eigenlijk extra, dat klopt. En dan zet je hier een beker bij waar je 400 ml water in doet. En in dit maatbekertje doe je een lepel. Zo, dit is eigenlijk broodbakken, dit is eigenlijk alles wat je doet, waar je even je hoofd bij moet gebruiken. Voor de rest zijn het alleen maar hele simpele handelingen, die heel weinig tijd kosten, maar die verspreid zijn over een bepaalde periode. Want wat wil ik je nu precies uitleggen? Dat je moet gaan kijken wat er gebeurt. Dus ik ga niet zeggen, je moet het precies 4 uur dit of 12 uur dat. Nee, doen we niet. Is allemaal niet heel erg belangrijk. Wat belangrijk is, dat je leert kijken hoe actief je deeg is en wat het precies doet. Maar ook daar ga ik je geruststellen. Dit is dus 400 ml water. We gaan controleren of dit klaar is door even een schepje te nemen met een lepeltje. Daarom staat het ook klaar. Nou, je ziet het, dit drijft niet. Dus het is nog niet klaar. Ik heb er hier nu eentje die wel al klaar is. Kijk, drijft. Hij is goed. En dit heeft ongeveer een nacht gestaan. Het is helemaal niet gezegd dat als hij dan nu drijft, dat je onmiddellijk die handeling moet doen. Geen paniek. Als je even geen tijd hebt en je denkt uurtje later. Dan gaan we nu, omdat deze dus de starter eigenlijk klaar is, gaan we nu het deeg kneden. We gaan het meel erbij doen. En dan gaan we het water erbij doen. Dus die 400 gram met dat stukje erin, maakt allemaal ja. Zo, op erin. Nou, dit is gewoon pure luiheid voor mij dat ik het even met een machine doe. Maar je kan dit gewoon met een lepel doen. Ik heb gewoon zo'n machine en dan gebruik je dat, weet je wel. Wat het leuke is van zelfgebakken brood, is dat je allerlei dingen aan kan toevoegen. Dit is dus die 250 gram volkorenmeel en 750 gram bloem. En dit zijn walnoten, die kunnen we doorheen doen. Wat ook heel lekker is, is bijvoorbeeld zonbloempitten. Wat ik ook wel eens doe, is tarwekorrels eerst koken, dat ze zacht zijn, en dan toevoegen. Of lijnzaad of pekannoten, hazelnoot. Verzin het. Ik heb nu gewoon zin in een walnotenbroodje, dus ik gooi het er nu even bij. Goed, je ziet dat het deeg behoorlijk nat is, maar het kan nog natter. Het kan niet droger. Dus dit is wel, vind ik, wel op zijn droogst. En je ziet nog, dat kan je absoluut niet met de hand kneden. Dat is gewoon heel erg plakkerig. Moet je dus ook niet gaan proberen. Gewoon dit met de machine doen of met een lepel. Nou, als dit genoeg gemengd is, dus zeg maar gekneed is, je hebt het, of gelepeld is, dan is dat... als alles goed door elkaar zit, klaar voor de volgende fase. Nou, je ziet, dit bij elkaar is eigenlijk heel weinig minuten. Wat we net gemaakt hebben in die machine, dus die 750 gram, 250 gram starter plus water enzovoort, dat gaan we in de voorrijsbak doen.
Nou, een voorrijsbak is ook weer een heel simpel plastic bak. Dat heb ik natuurlijk gisteren al gedaan, dus dit is alweer gerezen. Je stort die kledder gewoon in één keer in die bak. Verder niet meer aankomen, niet plat gaan maken of zo, is niet nodig. Want zo'n kledder, die gaat vanzelf, zeg maar, vocht uit de lucht opnemen. En dan wordt die slapper en dan gaat die zo langwerpig worden. Nou, deze hoeveelheid is precies die hoeveelheid die nu in die machine zit. Die kledder heb ik dus gisteravond heb ik die hierin gedaan. En dat is nu gerezen, ongeveer 3 keer zoveel is het geworden. Nou, nu is het brood klaar om gevormd te worden. We gaan dus niet kneden. We gaan dit in 2 gedeeltes gaan we op deze tafel gaan we dat een beetje opbollen. En dan gaan we het in een bakje doen. Om het brood eigenlijk te vormen en de laatste rijst te geven, heb je wel nog een paar dingen nodig. En dan heb je bakpapier nodig. Ik maak van die 1 kilo altijd 2 broden. Dat hoeft niet, je kan ook 1 brood maken. Dan krijg je 1 gigantisch brood. Ik heb dus 2 velletjes bakpapier en ik heb ook 2 kommetjes. Dit is een eenvoudig RVS bakje. Deze is iets breder en deze is iets hoger. Maakt ook allemaal niks uit. We gaan nu het brood uit die bak op de tafel storten. Ik moet er een beetje bloem erop leggen, want anders plakt het natuurlijk als een gek vast. Zo, maak het een beetje plat. Het zal nooit helemaal exact hetzelfde worden, die brood, want ik weet niet precies hoeveel dat is, maar dit is ongeveer wat je doet. Deze kledder, wat gaan we daar nu mee doen? Er zit goed meel onder, hè, want anders plakt het. Die ga je pakken, die trek je over elkaar heen. Die trek je over elkaar heen. Dan rek je hem een beetje uit. Doe je nog een keer over elkaar heen, nog een keer over elkaar heen. Nog een keer. En dan doe je een beetje hem als het ware alsof het een soort van zakje is boven vast. Dan draai je hem om. En dan ga je het zogenaamd opbollen. Je gaat eigenlijk spanning brengen in je brood. Dat doe je door het brood te draaien. En dat doe je eigenlijk met je hand zo een beetje naar onderen. Dus je brengt eigenlijk die oppervlakte is een beetje droger dan wat erin zit. En dat ga je eigenlijk op spanning brengen. Nou, en als dat genoeg is, als je denkt van nou hij is mooi plat. Dan leg ik hem in dit bakje. Dit ligt nu klaar. Dat gaan we nu nog een keertje doen. Nou, oké. Gaan we weer dezelfde truc doen. Vouwen. Nog een keertje vouwen, nog een slagje draaien, heel kleverig, uitrekken, dit over elkaar heen doen, nog een keertje draaien. Oké, dan gaan we het geheel gewoon even netjes opbollen. Dit is een beetje heel nat, maar het geeft allemaal niet. Zo, de 2 broden ga ik nu in een afgesloten zak doen. Ik doe dit met zo'n zipzak noem ik dat. Die gebruik ik heel vaak opnieuw. Je sluit eigenlijk als het ware het brood af. Dat is ook een speciaal effect. Als je het niet doet, dan gaat namelijk de bovenkant van je brood gaat eigenlijk uitdrogen. En dat wil je niet. Zo. We hebben nu die 2 broden in die 2 bakjes gedaan. En nu is de situatie dat het brood eigenlijk klaar is. Het moet nu nog maar rijzen. Nou, dat kan je op 2 manieren doen. Je kan het uit de ijskast laten rijzen. Dan gaat het echt heel snel. Dus als je bijvoorbeeld vanavond een brood wil hebben. Het is nu zeg maar 12 uur ongeveer. Dan laat je het uit de ijskast staan. En dan kijk je of het heel mooi. Als het mooi 2 keer zo groot is geworden. Mooi bol gerezen. Dan is het eigenlijk tijd om te bakken. Nou, ik wil het iets over een langere periode uitstrekken. Dus ik doe dat. Ik zet het brood in de ijskast. Dat wil zeggen dat de rijst afgeremd wordt. En dan heb je gewoon veel meer tijd. Je kan veel beter bepalen wanneer je brood afbakt. Want soms heb je er even geen tijd voor. En dan wil je het wat later doen. En dan is het heel fijn als het brood in de ijskast staat. En zoals ik gezegd heb, ik bak 1 keer in de 2 dagen. Begin ik echt een heel opnieuw dit allemaal te doen. En ik heb dus 2 broden tegelijk gemaakt. Dus ik kan iedere dag een vers brood bakken. Maar ik hoef het maar 1 keer in de 2 dagen te maken. Dus ik ga deze in de ijskast doen. Okay. We hebben dus die broden gemaakt in die 2 bakken. En die zijn in de ijskast gezet. En dit heb ik natuurlijk iets eerder voorbereid. Dus we hebben nu de brood er weer uitgehaald. Dus ongeveer 1 etmaal later. Dit zijn de broden die 1 etmaal in de ijskast hebben gezeten. Nou, je ziet het. Er zit hier verschil tussen. Dat kan zijn omdat hier iets minder deeg in zat. Nu moet het brood gebakken worden. Je ziet hier al een grote bel. Als je langer wacht, je kan het dus ook al bakken als het minder ver gerezen is. Maar dit is nou het uiterste stadium. Maar als je langer wacht, dan gebeurt er het volgende. Dan wordt hij weer recht aan de bovenkant, als met deze gebeurt. Nou, deze is eigenlijk over de top.
Hè, zie je, dat plakt allemaal aan het papier vast. Dit is eigenlijk, kan je eigenlijk niet meer goed zo bakken. Dat is ook niet heel erg, maar dan krijg je een heel plat brood. Nou, wat moet je hier nou mee doen? Niet weggooien. Ik heb iets bedacht. Dit gaan we in de vriezer zetten. En dan wachten we eigenlijk tot de buitenste laag van dit brood bevroren is. En dan kan je heel netjes het papier eraf halen. En dan doe je hem weer terug in je kneedmachine of met de hand. Dan voeg je 300 gram meel toe en 7 gram zout. Niet vergeten, anders krijg je een flauw brood. En dan kneed je het weer door en dan doe je het weer in zo'n bakje. En dan laat je het rijzen tot het uit de ijskast, tot het mooi bol is. En dan ga je hem afbakken. Dus zoals ik al gezegd heb, kan je brood bakken met heel veel verschillende soorten meel. Ik heb zelf de grote voorkeur voor die kilo. 750 gram bloem en 250 gram tarwe. Maar ik maak ook wel eens met 750 gram tarwe en 250 gram bloem. Dat kan ook. Tarwe, meel en je kan ook met rogge bakken. Dat haal ik bij de molen. Ik woon hier in de Zaanstreek en daar heb je een heel mooie meelmolen, de Bleke Dood. Maar je hebt ook die zandpoorten, die ook heel dichtbij. Heb je zandhaas. Die hebben ook fantastische soorten meel. En je kan daar eigenlijk een beetje mee gaan experimenteren. Maar ik krijg zelf ook altijd een enorme kick van als ik met een pak meel van de supermarkt van 30 cent gewoon een waanzinnig brood bak. Twee brood dus. Dat is ook gewoon heel grappig. En ik raad je eigenlijk aan om, als je voor de eerste keer brood bakt, om gewoon dat even met bloem te doen. Dat hele simpele bloem. En dan ga je daarna allerlei variaties toepassen. Als je een brood helemaal van volkorenmeel maakt, dan wordt het heel zwaar en rijst gewoon minder. Dus hoe meer bloem je eigenlijk toevoegt, hoe luchtiger het brood wordt. Roggemeel is ook zwaar, dus dat moet je eigenlijk hetzelfde behandelen als tarwemeel. Dus ik kan eigenlijk aanraden om ook weer die 3/4 of 2/3 bloem en de rest ander meel. Heb je trek in nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.